Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven het midden en noorden van Nederland, maar boven het zuiden van Nederland en België zien we weinig bewolking. Daar schijnt de zon dan ook het vaakst, elders hebben de wolken de overhand en valt er af en toe een spatje regen of motregen. Hoeveelheden zijn klein, maar het is licht gespetter. Temperaturen vanochtend zo'n 11 tot 13 graden, vanmiddag wordt het dan maximaal 13 graden in het noorden, maar 16, misschien zelfs 17 graden in het zuiden, want daar blijft de zon geregeld schijnen, terwijl in het midden en noorden de wolken de overhand houden met dat lichte spatje regen. Ook vanavond komt er weinig verandering in de weersituatie. In de loop van de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking verder toe en kan de enige tijd regen en motregen vallen. Dat regengebied trekt heel langzaam zuidwaarts, het is overigens lichte neerslag. In de loop van de middag breekt dan wat vaker weer de zon door, het eerst in het noorden. Het wordt zo'n 12 à 13 graden en daarmee is het morgen duidelijk koeler dan vandaag. Nog kouder wordt het vanaf vrijdag. We zitten dan in polaire lucht. Vrijdag hebben we flinke zonnige perioden met aan zee misschien een enkele bui. En ook zaterdag vallen vooral in de kustprovincies de buien, terwijl het binnenland de meeste zon heeft. Zondag gaat het regenen bij 8 graden.